Gerwin Hogendoorn. We staan op het Rubensplein bij de vuilnisbakken. Gerwin, wat gaat hier gebeuren? Ja, we gaan laten zien dat er een hele goede kartonhulp is vandaag om te testen. Zodat mensen die groot karton hebben dat makkelijk in de container kunnen krijgen. Waar komt dat idee vandaan? Dat komt voort uit een samenwerking met de MRDH, de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Waarbij de gemeente Schiedam en Rijswijk samen hebben aangegeven dat ze een uitdaging hebben met afvalbijplaatsingen, waaronder karton. En zodoende hebben we het probleem uitgezocht en zijn we op dit hele simpele idee gekomen. Wat was het probleem? Karton wordt eigenlijk is steeds. Het aanbod van karton is best heel groot. Of groot van formaat bedoel ik dan. Dat past niet altijd in de container. Dus ja, zodoende was het idee, ja, kunnen we dan niet een hulpmiddel maken zodat mensen dat wel in de container kunnen krijgen? Even een Schiedamse opmerking. Mensen kunnen toch thuis even die doos klein maken? Dat kan ook. Dat is ook een heel goed idee. Waarom doen mensen het niet, denk je? Ja, ik denk niet eens dat het altijd kwade wil is of zo. Je bent gewoon met andere dingen op een dag bezig. En dat vuil, dat komt er gewoon even als een bijzaak bij. En dan loop je even naar de container en dan denk je, ja, hij past niet, vervelend. Even over het apparaat wat jullie hebben uitgevonden. Wat doet het precies? Het snijdt een stukje karton in, zodat je het heel makkelijk kan scheuren. In het formaat dat het in de bak kan. Maar je zegt snijden, dat is gevaarlijk, ook voor kinderen. Dat zou je op het eerste gezicht zeggen. Alleen we hebben het zo gemaakt dat kinderhandjes van een meisje van 2 er niet bij het mes kunnen. Ruim niet bij het mes kunnen. Dus het is veilig. Eventjes over het ontwikkelen ervan. Hoe gaat dat nou? Hoe gaat het ontwikkelen van zo'n apparaat? Dat begint eigenlijk met een hele goede analyse van het probleem. Want als je niet weet wat het probleem is, dan kan je allerlei oplossingen er tegenaan gooien, maar dan gaat het niet werken. Nou, op het moment dat we wisten, we willen een kartonhulp maken. Toen hebben we heel veel prototypes gemaakt met 3D-printen. Zodat we in onze omgeving allerlei mensen hebben gevraagd om onze prototypes te testen. En het meest simpele variant is eigenlijk het beste eruit gekomen. Nou hebben we wijken in Schiedam, daar staan de kartonnen dozen niet op elkaar, maar daar liggen de matrassen op elkaar. Kan je daar nog wat aan doen? Nou, heel toevallig in het innovatieprogramma van de MRDA hebben we dat ook gedaan. En in Rotterdam hebben we een maand lang matrassen op afspraak opgehaald. Zodat die ook gerecycled kunnen worden. Bert Bovens van de gemeente Schiedam. Bert, waar komt dat idee vandaan? We hebben een groot probleem in Schiedam met de kartonnen dozen die naast de container staan. En toen we gingen nadenken hoe komt het nou eigenlijk, is dat niet iedereen de dozen klein maakt. Een gedeelte van de mensen maakt ze thuis klein. Maar we hebben nog geen faciliteiten om dat bij de container klein te maken. Toen zijn we gaan rondkijken en nergens in Nederland kan dat. Dus we zijn samen met Yes Delft, een start-up van TU Delft, gaan kijken van joh, wat kunnen we hier nou aan doen? En daar is het prototype uitgekomen. Gaat dit bijdragen en zo ja, in welke vorm denk je? Nou, het belangrijkste is dat we mensen een hulpmiddel geven om hun dozen klein te maken. Dus er kan nooit meer een excuus zijn dadelijk van ik kan mijn doos niet klein maken of niet klein trappen. Of, we hebben dan een hulpmiddel en kleine stapjes proberen we er te komen. Nou zijn er bedrijven bij die sturen een lucifer doosje op in een doos van 1x1. Zou het ook niet slim zijn om die bedrijven eens aan te schrijven? Ik denk dat dat een Europees probleem is. Of zelfs uit China, als je ziet hoeveel er wordt besteld op internet. Dus ik denk dat het heel naïef zou zijn dat wij als kleine gemeente Schiedam dat zouden kunnen veranderen. Maar dit is de eerste stap.